Voor het weekjournaal, dit keer de jeugd onder de 15. Ik moet het even goed zeggen, Jo 15. Dat betekent de oude C1 met als trainer een hele bekende, Stefan de Geijter. Ja, welkom Piet. Hartstikke leuk hier op de maandagavond. Er is voldoende reuring op de maandagavond, want straks komt A1. Daar hebben we natuurlijk ook een special van gemaakt. En nu is de C1, dus zeg maar de jeugd onder de 15 jaar aan bod. En jullie doen het goed dit seizoen. Ja, we doen het zeker goed. We hebben een beetje een lastige start gehad. Met ASVD uit kregen we... Ja, verloren de eerste wedstrijd, 6-3 dan. Maar ja, we hebben de ene helft heel goed meegevoetbald, moet ik zeggen. En daarna kregen we Hatto Haim, speelden we 3-3, maar kwamen we terug van een 3-1 achterstand. Nou, dus daar lieten de jongens al zien voor genoeg mentaliteit te beschikken. En daarna hebben we een hele goede reeks neergezet van vier wedstrijden achter elkaar. Ja. Dus daar ben ik zeer content mee. Hey, bevalt het je weer lekker als trainer aan de bak, lekker op het veld? Of zeg je, dat selectievoetbal, dat mis ik ook wel? Natuurlijk mis ik het selectievoetbal ook wel. Maar ik heb een duidelijke stap gemaakt eigenlijk voor mijn trainingscarrière om dit te kiezen. Nou, en ik heb nog steeds heel veel plezier in. En dat zal altijd denk ik wel blijven. Want het mooiste vind ik om met de jeugd bezig te zijn en om de ontwikkeling te zien. Nou, dat is dan dit jaar met J115 selectie dan. Hè. C1, C2 doen wij, houden we dan bij elkaar. En vaak is het tweede team wat eigenlijk ondergesneeuwd wordt. En ik probeer zo breed mogelijk groepen hier te pakken eigenlijk. Dus aangezien we dit jaar voor één hele grote selectie hebben gedaan. En je ziet daarin ook dat de ontwikkeling supergoed is. En dat is het allermooiste om te zien, vind ik, als trainer. En hoe meer ontwikkeling, des te mooier is als trainer natuurlijk. Ja, dat is inderdaad fantastisch. Ik zie daar ook een oude bekende, Viester, assistent. Ja, Jochem die helpt op maandagavond bij de selectie. Dus dat is superleuk. Ja, daarin heb ik ook Peter op maandagavond bij het tweede. En dan hebben we stagiaire, Roy, die doet ook op maandag helpen. Voor zijn studie studeert volgens mij op Landsteden. Nou, en op dinsdag heb ik Kai en Maurice erbij. Dat is ook super mooi. De jongens kijken er heel erg naar op. Naar de jongens van het eerst natuurlijk. En die geven daardoor alleen nog gas om te laten zien richting de jongens wat ze allemaal kunnen natuurlijk. Nou, ja, en op donderdag heb ik de C1 groep. Waar ik zaterdag dan mee bezig ben, dat doe ik samen met Maurice. Wat een weelde, joh. 3 keer in de week trainen. Maken jullie dan in de tweede helft van de competitie, gaan jullie het verschil maken gewoon omdat je 3 keer per week traint? Want dat zullen die anderen denk ik niet doen. Ik kan natuurlijk niet zo goed kijken in de keuken bij de andere verenigingen. Maar ja, je ziet nu al wel dat we een fit indruk maken en daar ook al echt het verschil maken. Omdat we nu zijn we al heel snel fit. En we kunnen goed druk geven. Al nu al wel een hele wedstrijd lang eigenlijk. En dat gaat nu als vruchten afwerpen in de speelstijl die we hanteren natuurlijk. En dat is goed om te zien. Ja. Dat zo snel goed gaat. Het is een kwestie van ASV Dronten niet te ver weg laten lopen. Op een gegeven moment gokken op een nederlaag van hun. En dan pakken we ze thuis en dan gewoon kampioen worden, Stefan, denk ik. Ja, dat zou het mooiste scenario zijn natuurlijk, hè, om dat te doen. Maar eerst moeten al die andere wedstrijden nog maar gewonnen worden. En laten zien dat we goed ontwikkelen. Ja, dat staat natuurlijk voorop, het ontwikkelen. Maar daarentegen wil je als trainer zijnde ook heel graag kampioen worden. En dat is natuurlijk ook goed voor de club als we ook al met C's op divisieniveau gaan voetballen. En dat zou heel mooi zijn. Die C1 die bestaat uit jongens uit eerstejaars en tweedejaars zeker, een mix daarvan. Ja, het is ongeveer 50-50. Ja. Het is een hele getalenteerde groep die Marco Hop heeft overgedragen aan mij. En daarentegen ook Job en Dennis jongens goed hebben opgeleid vorig jaar bij de C2. Die nu ook sommigen de stap hebben gemaakt richting de C1 daarin. En ook compliment richting natuurlijk dat we daarom nu zo goed staan eigenlijk met C1 dit seizoen. Lekker werken zo, hè, die opleiding bij DVS. Ja, zeker weten. Ja, top.
Eigenlijk alle faciliteiten zijn er. En het niveau begint ook weer echt te komen, vind ik. Helemaal mooi. We wensen je namens het DVS-publiek natuurlijk, maar ook namens deze camerajongens en André, heel veel succes dit seizoen. Ja, dankjewel. En leuk dat jullie er waren vanavond. Oké, bedankt. Naast mij Jimmy Lubbersen. Hij had ook zomaar Reinaar de Vos kunnen heten natuurlijk. Want ja, je vader heeft natuurlijk het Vosje, hè? Ja, dat klopt. Vosjes van mijn vader, ja. Maar nooit gedacht van, dan noem ik me zomaar Reinaar. Nou, dat denk ik niet, nee. Nee, hè? Gewoon Jimmy, hè? Precies. Okay. Hey, Jimmy, dit is jouw eerste jaar in de C1 of wel jeugd onder 15? Nee, tweede jaar al. Dat is mijn tweede jaar. Tweede jaar al? Want je maakt op mij een indruk dat je nog redelijk jong bent. Nee, ik ben tweedejaars C. Tweedejaars in de C1 dus. Ja. Tweedejaars C1. Ja, oké. Okay. Tweedejaars C. Hey, maar bevalt het? Ja, ik vind het leuk. Leuke groep, leuke trainers. Dus ik vind het leuk. Ja, genieten natuurlijk, hè? Ook met die jongens van het eerste natuurlijk op dinsdag. Ja, Maurice en Kai. Dat is ook heel leuk natuurlijk. En dat is natuurlijk wel, die kunnen je nog wat ervaring meegeven. Stefan is de echte baas, hè? Ja, dat klopt. Stefan is de echte baas. Maar wat voor ervaring geven die jongens van het eerste, hè? Kai en Maurice? Wat geven die jullie extra's mee? Ja, wat geven ze extra mee? Dat is moeilijk om te zeggen. Maar ze hebben natuurlijk wel dingen die ze in de wedstrijd doen. En die ze dan bijvoorbeeld als voorbeeld kunnen gebruiken. En die kan je dan altijd meenemen. Met name natuurlijk gebaseerd op techniek. Ja, klopt. Ze zijn er vooral voor techniek, ja. Ja, want wat Maurice allemaal met die bal kan op de vierkante meter, daar word je natuurlijk helemaal gek van, of niet? Ja, dat zou je zelf ook natuurlijk willen. Maar ja, dat is nog even leren, hè? Ja, ja? Maar sommige trucs heb je toch al wel door? Ja, dat wel. Maar het is altijd moeilijk wat hij kan. Dat doe je niet zomaar na. Maar het is wel leuk als je zelf ziet dat je steeds meer dingen kan. Omdat die geleerd worden door Maurice en Kai. Dat is altijd fijn om te zien. Want ja, de individuele ontwikkeling als voetballer, dat is wel, dat vond Johan Cruijff ook altijd het allerbelangrijkste. Ja, tuurlijk. Het is mooi als je zelf stappen maakt. En vooral als je die ook kan meegeven aan je teamgenoten. En dat je team er beter op wordt, dat is natuurlijk echt super. Ja. Dat is zeker super. En het draait goed dit seizoen, hè? Ja, we begonnen wat stroef met een verlies tegen Dronten. Toen speelden we gelijk tegen Hattewaaij, maar nu 4 keer gewonnen. Dus het gaat zeker goed. Stijgende lijn. Juist, onder leiding van baas Stefan knallen we richting het kampioenschap, Jimmy. Ja, dat wordt wel moeilijk, maar we gaan er wel voor. En het ziet er prima uit, derde plek, dus het gaat goed. Helemaal top, jongen. Oké, bedankt voor dit interview. Oké. Naast mij de volgende speler van Jo 15. Jeugd onder de 15, C1, zeg ik nog maar steeds. Peter, zeg jij dat ook nog steeds? Ja, klopt. Doe ik zelf ook nog wel. Ja. Levi, welke positie bekleed jij in het elftal? Ik sta vaak rechts voor. Rechts voor? Ja. Scorend ook of over het algemeen alleen maar assist? Nee, vaak beide wel. Maar vaker de assist geven dan doelpunt maken. Ja? En dat is zeer belangrijk natuurlijk. Hè? Ja, klopt. Ja. Ben je eerstejaars of tweedejaars? Ik ben eerstejaars. Ja. Oh, je komt van de D1? Ik kom van de D1 af, ja. Geweldig. En dat was een leuk team? Dat was een heel leuk team, ja. En daar zijn er een stuk of 6, 7 van doorgegaan? Nee, het hele team is doorgegaan naar de C-selectie. Maar er zijn maar een paar die vaak meedoen met de C1 en de rest vaak met C2. Heb jij je hele leven bij DVS gevoetbald? Nee, dit is mijn tweede seizoen bij DVS. Hiervoor heb ik 7 jaar bij EFC gevoetbald. En toen ben ik gevraagd om bij DVS te komen voetballen. En daar hoefde je niet over na te denken? Nee, daar hoefde ik niet over na te denken. Want daar voetbalde je gewoon boven je kunnen? Ja, klopt. Of onder je kunnen? Eigenlijk onder je kunnen. Je kon beter en daarom ging je natuurlijk naar DVS, want hier is het niveau hoger. Hier is het niveau zeker hoger. En dat wou ik altijd wel. En nu ik de kans heb gekregen, ben ik heel erg blij mee. Ja? Ja. En geniet echt van die training. En 3 keer per week, hè? Ja, klopt. Dat was wel eerst wennen. Het was eerst 2 keer per week trainen en nu 3 keer per week. Heerlijk, hè? Ja. Toch? Met zo'n groep bij elkaar. Och man, ik vond dit de leukste leeftijd om te voetballen, echt waar, hoor. Ja, dat kan ik best geloven. Het is een hele leuke tijd om te voetballen. Ja. En het gaat goed, hè? Na een beetje stroef begin. Jimmy zei het net al tegen Dronten. 6-3. Jullie moesten natuurlijk nog een beetje aan elkaar wennen. Maar langzaam maar zeker komt het er nu wel uit, hè? Ja, klopt. We hebben de eerste wedstrijd verloren. Tweede wedstrijd gelijk gespeeld.
En nu proberen we de streep winnend door te zetten. Precies. En zaterdag moet je voor de beker spelen of niet? Nee, we zijn in de beker uitgeschakeld. En morgen hebben we een oefenwedstrijd. En dan volgende week zullen we zaterdag weer knallen. Ja, zo is dat. En dan wensen we je heel veel succes mee met je teamgenoten, jongen. Ja. Op naar het kampioenschap, hè? Hopelijk kunnen we die binnenhalen. Ja, gaan we doen gewoon. Oké.